Ja jongens, een hele goede dag en tof dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van de Basics. In deze videoserie leg ik je alle basiselementen van het karpervissen uit. Nou, vandaag zijn we aangekomen bij het onderdeel voeren. En ik ga je in dit geval een voertactiek laten zien. Dit is een sponphengel. Dit is de Dominator X-spomp in de 12 voet variant van Sonic. Ik heb de Veder X-spotmolen. Deze wordt standaard geleverd met spotbreed, dus dat is echt top. Ik heb de Corda Spomp, of de Corda Spot, want je hebt eigenlijk twee verschillende varianten hierin. Dit is een spot en dan heb je eventueel ook nog een spomp. Deze is speciaal gecreëerd voor het brengen van kleinere aasdeeltjes aan de waterkant. En ik ga je precies laten zien hoe je deze het makkelijkste inzet. Nou, hier op de achtergrond ligt de marker. Ik ga alvast een aantal spots ingooien, zodat je precies ziet hoe dit werkt. En dan ben ik zo meteen bij je terug met hoe ik dit precies allemaal doe. Ja, het spotten of spomben kan op bepaalde wateren echt een doorslaggevende factor zijn. Nou, waarom is dat? Dit komt omdat het geluid van een spot of een spomp in dit geval de vis kan activeren. Ja, het voordeel hiervan is natuurlijk dat de vis in dit geval aan zal gaan op je voer. Het nadeel van zo'n spot kan ook zijn dat het de vis juist wegjaagt. Als je kijkt naar de rest van de voordelen van deze producten, is dat het in dit geval een langere hengel is. Dus daardoor kan je langere afstanden werpen. Nadeel daarvan is natuurlijk dan weer wel dat je een langere hengel bij je hebt in je setup. Maar ja, in dit geval kan dit gewoon echt een essentieel onderdeel zijn voor je visserij. Dus weeg dat ook gewoon goed af op het moment dat je zoiets wil gaan gebruiken. Nou, ik heb hier een emmer staan. Die heb ik gisteren voorbereid. En in deze emmer, daar zit kleinere voerdeeltjes in. Noem pellets of gekruste boilies. Klein beetje hennep, maar ook wat mais. Ja, hierdoor kan je in dit geval heel erg makkelijk die voermix op een stek brengen. Het is eigenlijk een kwestie van dit erin doen en een klein beetje aandrukken. Nou, dat aandrukken doe je omdat op het impact van het water zal in dit geval het voer losschieten uit deze spot. En hierdoor komt het voer perfect op je stek uit. Nou, het werpen met zo'n sponphengel is eigenlijk relatief eenvoudig. Wat je doet is, je start in dit geval met de spomp op de lengte van je startoog. Waarom is dit? Hierdoor heb je genoeg hoofdlijn in dit geval om momentum mee op te bouwen vanaf je hengeltop. Is altijd wel belangrijker, want hoe korter je dit maakt, hoe minder ver de afstand zal zijn waarmee je zal werpen. Nou vissen we hier op een middellange afstand, ongeveer 50 à 60 meter. Dus ja, hiervoor heb je niet heel veel afstand nodig. Maar met een klein beetje tegenwind zal je dit wel al wat merken. Nou, verder is het belangrijk dat je je armen strekt op het moment dat je gaat werpen. En wat bedoel ik hiermee? Nou, op het moment dat je de hengel aanlegt om te gaan werpen, zorg je ervoor dat je onderste arm gestrekt is. En je bovenste arm ongeveer gelijk staat aan je nek. Waardoor je dus een soort verlenging hebt van de rest van je lichaam. Nou, wat is eigenlijk het allerbelangrijkste, is dat je de kracht van het werpen niet uit je armen haalt, maar juist uit je complete lichaam. Op het moment dat je dus die complete movement maakt eigenlijk vanuit je onderrug, want je hebt lange rugspieren, biceps enzovoort, dat loopt allemaal door, kan je dus genoeg kracht genereren. Ja, ik werp en in principe laat ik hem dus ook hier al los. En je zal zien dat je de lijnclip dus raakt, want je clipt in dit geval je molens altijd op de afstand waar je marker ligt. Nou, dan trek je een keer flink aan de spomp, waardoor het voerder wat er eventueel niet uit is geschoten op de impact eruit vliegt. Ja, en zo makkelijk kan het eigenlijk zijn. Het hele principe van zo'n spompwerp is eigenlijk helemaal niet zo heel erg moeilijk. Doe het gewoon vooral een aantal keer zelf. Want op het moment dat je dit vaker doet, zal je er ook meer feeling voor krijgen. En zal het in dit geval uiteindelijk ook makkelijker worden. Nou, ik hoop dat je hebt genoten van deze Basics video. Ben je benieuwd naar de producten die we zojuist hebben benoemd? Nou, check dan vooral eventjes de bio hieronder. Hierin vind je al deze producten. En het toffe van deze producten is dat we er nu een combi deal van hebben gemaakt. Dus hiermee kan je direct de hengel en de spotmolen verkrijgen en kan je dus eigenlijk direct aan de waterkant starten met spotten of spomben. Nou, als je verdere vragen hebt, laat ze achter in de comments. Like deze video, subscribe op ons kanaal en ik zie je bij de volgende Basics video.